Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie klaarmaken een stoofpotje van Lotte met beurre-noisette, gegrilde asperges en mousseline. Wat hebben we nodig? Lotte, geschilde witte asperges, mousselinesaus, beurre-noisette, artichok, mini krul aardappelen, zilverui, korianderzaad, tijm en citroen. We beginnen met de Lotte. We hebben hier onze zeeduivel, onze Lotte. Mooie mootjes. En die gaan we kruiden met peper en zout. We draaien de vis om en we doen hetzelfde langs de andere kant. Nu warmen we een kokotte op, een stoopkokotte. En we gaan daar hazelnootboter aan toevoegen. Hazelnootboter, dat is ook al iets dat we gedaan hebben in een vorige aflevering. Dat is een basis van mij. Kunt u terugvinden op firstclass.tv. Nu gaan we de zilveruitjes pellen. Onze boter, die is mooi warm. We gaan onze vis erin leggen. De uitjes, die gaan we mooi midden doorsnijden. Die doen we ook in de pot. Dan hebben we hier kleine aardappeltjes, krul aardappeltjes. Die gaan we eerst eens afspoelen onder de kraan. Daar snijden we partjes van. Die mogen ook in de pot. De vis die gaan we lichtjes omdraaien. Peper en zout aan toevoegen. Wat korianderzaad. Schil van citroen. Dus we nemen in ons mes. Het punt van ons mes. We gaan eigenlijk een stukje schil ervan afsnijden. Dat kan je eventueel ook doen met een dun schiller. We nemen wat tijm. Nu gaan we alles mooi gaan onderzetten met hazelnootboter. We plaatsen het deksel erop en we laten even koken. Nu nemen we de mini-artichok. En nu gaan we de mini-artichok mooi opkruisen. We nemen een karteld mes. We snijden eigenlijk het bovenste eraf. Een stukje van de staart er ook af. Dan nemen we een klein mesje en dan gaan we die eigenlijk gaan pellen. Dus met ons mes van boven gaan we zo naar beneden. We gaan de onderkant nog mooi rond snijden. Nu gaan we de artichok mooi midden doorsnijden. Dan gaan we een mooie kleine stukjes snijden. De vis die gaan we een mooie keer omdraaien. De Lotte is nu zachtjes aan het haren in de boter. De artichokjes die mogen er ook bij. De deksel mag erop. Dan gaan we nu nog 5 minuutjes verder laten haren. Nu gaan we onze geschilde witte asperges gaan grillen. Dus we gaan de asperges mooi midden doorsnijden. Die gaan we kruiden met peper en zout. Onze grill die hebben we voorverwarmd. Nu gaan we controleren of de grill warm is. Dus we gaan eigenlijk een klein beetje water op de grill gaan gooien. En je ziet de waterdruppels die zijn aan het dansen over de grillplaat. Dus de grill die is mooi warm. We gaan de asperges lichtjes insmeren met wat maïsolie. Nu gaan we ze gaan grillen in ruitvorm. De asperges die gaan we in de gewenste vorm gaan snijden. En die voegen we toe aan onze stoofpot. Dit laten we nu nog 2 minuutjes verder koken. Alle groentjes die zijn gaar, de vis is gaar, alles is gehaard in boter en hazelnootboter. Nu gaan we alles eruit halen en gaan we alles mooi op het bord dresseren. We werken ons bord af met wat hazelnootboter en mousselinesaus. Stoofpotje van zeeduivel met artichok, beurre-noisette en gerilde asperges. First Class. Zeker lekker. Kijken en tot de volgende keer.